Voorzitter, over Catnet Junior. Ja, voorzitter, als u nog gestout wil zijn en mijn klets wil geven, dan krijgt u er een terug. Misschien had de VRT van meet af aan een consistenter verhaal moeten brengen dat dan niet in de loop van de maanden waar men ermee bezig was, moest worden bijgestuurd. En had men dat misschien ook niet moeten verzwijgen bij de voorbereiding van de beheersovereenkomst? Dat is één. Twee, als u zegt VAR, ik krijg bijna compassie als ik meneer Lembrechts hoor. Ik haal bijna mijn zakdoek boven en de tranen springen mij in de ogen. Dat is een kleine KMO, klein behuisd, sukkelaars. Ik dacht dat de vorige grote baas van de VAR boven de minister-presidentnorm zat. Dus zoveel compassie heb ik er niet mee. En dan drie, een technische vraag, voorzitter. Zit ik hem heel kort. Als we zeggen, stel, de VAR mag inderdaad wat ze nu doen met Energy, wat ze ook voor anderen doen, maar goed, Energy is nu, gaat nu wel net iets verder, vorige week in de commissie besproken, en daarvoor dan reclameregie doen. Moeten die inkomsten dan, aangezien VAR 100% dochter is van de VRT, moeten die inkomsten dan niet bijgeteld worden bij de commerciële inkomsten waar we rekening mee houden voor het plafond?